Goedemorgen. De balkons van 160 flats in Breda zijn zo onveilig dat ze meteen zijn afgesloten. Het gaat om flats in de buurt van het Brabantpark in Breda. Gisteravond zijn er hekken geplaatst en er mag niemand meer zijn balkon op. Tom van de Oetelaar is in Breda. Tom, goedemorgen. Zien we Tom? Ja, daar is hij. Tom, om welke flats gaat het? Het gaat om flats die eigenlijk door heel die wijk Brabantpark zo versnipperd staan. Allemaal hetzelfde type flats. Ik sta nu in de Jaderstraat, maar ze staan ook in de Smaragdstraat, in de Monsieur Leijterstraat, de Beverweg, de Turquoisehof en de Agaststraat. Allemaal dit type flats. Zoals je al zei, 160 flats, maar dan gaat het wel om meer dan 300 balkons waar je het over hebt. Van wie zijn die flats? Die flats die zijn van Wonen Breeburg. Die heeft ze hier neergezet. En Wonen Breeburg waarschuwt nu ook de bewoners om absoluut die balkons niet meer op te gaan. Hebben ze geconstateerd bij een onderhoudscontrole dat die betonnen plaat waar balkons op rusten, dat die niet meer veilig is. Dus zeggen ze heel duidelijk, ga dat balkon niet meer op. Het is voor eigen risico. Ja, als je dat hoort als bewoner, dan schrik je natuurlijk wel. Merkt ook mijn collega-verslaggever Willem-Jan Joachims. Heeft u pas nog op de balkons gezeten? Ja. Afgelopen weekend. Ja. Waren de vriendinnen van mij en die roken allemaal. En die moeten dan op het balkon roken. En waren denk ik met 7 of 8 meiden. En die hebben daar gewoon meerdere keren op die avond gestaan roken. Op zo'n krap balkon? Ja, dat blijkt. Ja. En de hond die komt eigenlijk elke dag, want dat is zijn favoriete plekje. Ja. Dus ja, het is wel even schrik als je dan zo thuis komt van niks weten. En hekken, zo'n grote vrachtwagen. Ja. En gewoon niet weten wat er aan de hand is. Nee. En dat op dinsdagavond. Ja, spanning en sensatie in Breda. Ja, Tom, het was dus echt even schrikken voor de bewoners. Wat gebeurt er nu? Nou, ze gaan hier stutten. Ze gaan ondersteuningspalen zetten onder al die balkons. Nou, dat gaat natuurlijk wel even duren voordat je 300 balkons hebt gestut. Dus daar zijn ze de komende 2 weken wel zoet mee. Maar natuurlijk moet er, dit is een noodoplossing, moeten ze op zoek gaan naar een definitieve oplossing. Die hebben ze nog niet. Dat wordt nog onderzocht. Tom vanuit Breda, dankjewel.